Hey, Paula de Blanke hier. Vandaag wil ik het met jou gaan hebben over wat zijn slimme tips voor je als je echt geen zin hebt om te trainen. En natuurlijk hebben we daar allemaal wel eens last van. Hey, included me. Maar ik weet het wel, zeg maar, zo allemaal te organiseren. En ik weet wat ik mag gaan doen als ik echt denk, yo, die bank die is 1000 keer lekkerder. Ik wil nog de was doen, ik wil allemaal andere dingen doen. En oh ja, ik ben onwijs moe. Die tips wil ik heel graag ook met jou gaan delen. We hebben het allemaal wel eens. Je zit op de bank, je bent thuisgekomen en je denkt, yo, ik weet niet, maar ik ben gewoon super moe. Ik heb er helemaal geen zin in. Of ik kan hele andere leuke dingen doen en joh, morgen weer een dag. Laten we lekker morgen gaan trainen. Maar ik denk op zulke momenten dat het super belangrijk is dat je even gaat denken van, wauw, ook vandaag is weer een onderdeel naar mijn hele grote doel toe. Maar wat kan je nou het beste doen als je echt geen energie ervaart? En je lichaam, dat is het mooie van je lichaam. En daarom ben ik ook zo ontzettend fan van krachttraining, waar je echt alles mag geven. Maar dat is dat je lichaam energie kan geven, letterlijk ook aan je hersenen. Denk er maar eens over na. Hoe voel je je letterlijk als je een beetje zo opgeploft op de bank ligt en aan het chillen bent? Maar hoe voel je als je rechtop gaat zitten en met snelle bewegingen gaat doen en echt actief gaan zijn? En die hele kleine dingen, dat is wel een keuze. Want iedereen die kan echt opstaan. Hé, ik ga opstaan van de bank. Of ik slof mezelf van de bank. Dus ga daarin een soort van wel streng voor jezelf zijn om snelle bewegingen te maken. Want dan maakt je lichaam letterlijk een stukje stofje endorfine aan, waar het je al veel happier voelt. En ga met jezelf hele kleine stappen afspreken. Wat ik aan mezelf altijd doe, is dat ik sowieso mijn dag organiseer. Dat ik weet dat ik probeer op mijn meest energieke momenten te kunnen trainen. Nou, die luxe die heb ik nu, omdat ik mijn leven nu zo heb gecreëerd dat ik dat ook kan veroorloven. Maar ik heb ook een kantoorbaan gehad dat ik om 8 uur op kantoor zat en tot 7:30 aan het werken was en daarna nog ging trainen. Nou, mijn tip in zo'n situatie zou zijn, is dat je nog een heel klein beetje iets, zeg maar, gaat eten net voor het trainen. Dan gelijk doorgaat naar je training, dus dat je sportspullen, alles meeneemt en pas na je training gaat eten. Want als je thuis komt en je gaat eten, dan is het heel moeilijk vervolgens weer op te starten. Zeker na het avondeten, waar je loom van wordt, want je lichaam moet het eten gaan te verteren. Dus dat traint ook helemaal niet lekker. Dus ga gelijk door. Ga dat zoveel mogelijk organiseren. En als je het voor je werkdag kan doen, joh, helemaal fijn. Want dan voel je de hele dag echt top of the world. Omdat je 's ochtends al hebt geleverd. Maar ga echt in hele kleine stappen denken. Als ik echt geen zin heb en het is een onverwachts moment, dan denk ik niet aan mijn hele training die ik nog mag doen. Maar ik denk eraan, oké, Paul, ik kan de bank afkomen. Dat kan ik, letterlijk. Wil ik het? Nee, maar kan ik het? Het antwoord is ja. Kan ik mijn schoenen aantrekken? Ja. Kan ik me omkleden? Dat antwoord is ja. En vanuit daar is het echt een sneeuwbal effect dat je steeds meer erin gaat komen. Kan ik naar de gym toe? Dan zeg ik tegen mezelf letterlijk, yo, alles leuk en aardig. Ik zet echt 4 stappen naar de gym en als ik geen zin heb meer, dan ga ik naar huis. Maar die 4 stappen, die wil ik aan mezelf. Een soort van bewijzen dat ik dat kan doen. Nou, ben ik eenmaal in de gym, dan denk ik, oké, gewoon de eerste oefening, de eerste set, die ga ik aan mezelf beloven dat ik daar alles ga geven. En als ik dan alsnog echt nul energie ervaar, totaal geen zin heb, weet ik veel, dan mag ik in mijn hoofd nog steeds stoppen. Maar wat blijkt, als je de eerste set hebt gedaan en die heb je full force gegeven, dan denk je, oh ja, nou, oké, die tweede set doen we ook nog wel. Die derde set doen we ook nog wel. En puntje bij paaltje zijn dat vaak echt de trainingen. En ga er ook vanuit als je nog op de bank zit van, wow, hoe wil je jezelf letterlijk voelen? En dit is echt een verantwoording hoe happy je wil zijn in je leven. Want na heb je altijd veel fijner gevoel dan ervoor. En kan je moe zijn? Ja. Maar het voldane gevoel en het gevoel dat je iets hebt gedaan terwijl je er helemaal geen zin in had, dat geeft een werelds gevoel. En dat is ook zeker het gevoel wat ik jou heel erg gun. Een tip wat ik ook zelf wel eens doen, en dat kan een beetje awkward zijn, maar is dat ik echt ga springen en dansen in de woonkamer en dat ik zeg, oké, ik ga de bank af, ik zet een happy muziekje op, ik heb ook letterlijk een playlist, happy music, die zet ik dan op, want dat is een beetje dansmuziek, en dan ga ik al een beetje lekker dansen en dan kom ik in de flow en dan voelt mijn lichaam gewoon veel fijner en vanuit daar ga ik de stappen maken om uiteindelijk lekker wel mijn training te gaan doen. Dus joh, zie het ook echt als liefde voor jezelf.
Ik denk altijd als op zulke momenten dat ik een soort van mijn eigen moeder ben. Ik denk altijd, natuurlijk kan het voor iedereen situatie anders zijn, maar of je beste vriendin of je moeder, maar dat die echt het beste altijd met je voor hebben op langere termijn. Dus dan spreek ik mezelf echt toe van, joh Paul, ga nou maar, want daarna voel je je zoveel beter. En dat is echt mijn sunshine stem, waar ik heel graag naar wil luisteren, want dan weet ik van, hey, dat is mijn overall geluk gaat dat zijn. Dan voel ik me veel fijner dan dat ik nu de hele avond op de bank ga zitten. Of dat er iets doorheen komt dat je denkt, oh, maar dit is veel belangrijker. Ik zie mijn trainingen in een sportschool, het is gezondheid, die vind ik net zo belangrijk als een afspraak in het ziekenhuis. Want ik weet, als ik de gym sessies ga zien als afspraak in het ziekenhuis, dat ik hopelijk in mijn leven veel minder naar het ziekenhuis hoef. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Dit was de video voor vandaag. Voor nu, lekker, hup, bam, die bank af. Doe even lekker jumpen in de woonkamer en zet een lekker muziekje op en ga full fire. Ga dingen klein maken. De eerste herhaling, de eerste set, de eerste sets, de eerste oefening is gedaan vanuit daar. Ga lekker doen en spreek met jezelf af van wauw, daarna... Dankjewel dat ik ben geweest en remind jezelf daarna van oké, dit is het gevoel, mocht ik volgende keer weer op de bank zitten, dit is het waarvoor ik het doe. Ik gun jou het ook. Hey, fijne dag en we spreken elkaar snel. Doei doeg!